Yo, wow. Schilder maar weer doorheen, oké? Okay. Schilder maar weer doorheen. Nou, dit is een Let's Play. Let's Play 7. En vandaag gaan we Super Meat Boy doen, zoals jullie net al hebben gehoord. Ik heb het één keer gespeeld. Ik snap er nog steeds geen ene vaag in mijn hol fuck van. Dus ga ik het nog een keer spelen. En hier is dat dan. The Forest. Wow, dead music. Gewoon een gek muziekje. Laten we gewoon bij 1 beginnen, want dat willen jullie natuurlijk ook zien. Ik duurde hier echt serieus een uur over. Ik snap nog steeds niet echt hoe dit werkt, dus... Ja, het is heel simpel. Kijk, ik krijg dit niet eens. Daar duurde ik dus echt... deed ik dus gewoon echt een uur over zo. Echt niet normaal. Nou ja, we gaan snel naar het volgende level, want... jullie willen actie. Jullie willen actie. Jullie willen actie. Wow. Wow, ho, ho. Ho, ho, niet zo snel rennen. Goed zo, guys. We zijn uiteindelijk toch wel aangekomen. Daar gaat het om. Maar bij deze Let's Play wil ik jullie een game laten zien. Dat is Super Meat Boy. En bij Super Meat Boy... Wat daar zeg maar het doel van is, zal ik jullie ook in het kort uitleggen. Het doel ervan is gewoon bij zo'n poppetje komen ofzo. Oh, 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 we gaan best goed. Oh, nou niet meer. Oh. Oh, ja kijk, je moet bij deze gasten aankomen. Ik weet niet wat het is. Het is een soort van spons ding. Wij zijn een stuk vlees en we moeten weggaan voor de... Voor andere mensen. Het klinkt zo vaag. Het is ook zo'n vaag spel. Het klopt. Ik kan er ook bijna niks van. Maar ik vond het eigenlijk op zich best wel leuk om een keer te laten zien hoe dit in elkaar zit. Voor degene die nog niet weet hoe dit... Wat is dit dan? Oh, dit heb ik zelf nog nooit meegemaakt, dus we zitten zien wat we gaan beleven. Super Meat Boy, nou dat ziet er niet speciaal uit. Oh, toch. Nou, we moeten het doen. We gaan het doen. Oeh, was ik nou mee bezig om te zeggen? Oh ja, voor de mensen die dat niet kennen, ik zou het toch eens een keer uitproberen. Als je echt niks te doen hebt, is dit best wel een leuke game. Je kan super hard racen. Dat is soms ook wel leuk om te doen. Oh, we hebben volgens mij 1 level gehaald. Ja hoor, we hebben het gehaald. Nice. Gaan we dit level ook even halen? Oh shit, hoe moet ik helemaal daar komen dan? Oh nee, beneden. Olaf, dat is toch... Oh, laat maar. Dat is niet zo, zo makkelijk. En vanzelfsprekend, dat doe je niet zomaar. Dit is echt een pokkenspel. Je wordt nu al zagrijn. Oh. Oh, ho, ho. Glij maar weer naar beneden. Ik snap het ook niet. Hoezo komt er allemaal bloed of sap van dat stukje vlees vanaf? Ik weet ook niet hoe die personage heet of zo. Maar het is volgens mij echt een vaag. Ja, hier. Laten we maar niet gaan schelden. Laten we gewoon... Oeh, warp portal. Nou, die gaan we niet meer doen. We waren bij deze gebleven. Toch? Ja, vast wel. Nee, deze hadden we gedaan. Oh, ja. Nou, dat doen we nog een keer. Is toch leuk? Toch leuk om te zien. Nee, dat is helemaal niet leuk. Dan doen we even extra map. Oké. Maar dit is een op zich best leuk spel. Als je dit zelf ook wil spelen, dan zou ik even op Google intikken. Nee, wacht. Ik ga voor jullie dan wel. Kijk, zo aardig ben ik dan wel weer. Omdat het een assortiment 20 abonnees special is. 20 subspecial. Nee, niet in die warp portal. Ja, dat is het op zich. Daar wil ik jullie hartstikke voor bedanken. Ik weet niet wie de 20ste abonnee was. Anders had ik hem een bloem gestuurd. Nee, maar echt hartstikke bedankt. Ik ben hier gewoon heel erg tevreden mee. Dank jullie wel voor de 20 abonneetjes. Bij de 100 of zo zou ik een keer, ik weet niet, vloggen of weet ik veel. Oh ja, wordt maar weer door elkaar gezaagd, stukje vlees. Toch wel niks waard, stuk poepvlees. Wat voor vlees is het eigenlijk? Niemand wil dat stukje vlees. Maar dan ga ik een vlog of zo vieren of iets doen, zoals Super Meat Boy doet. En bij mij komt er waarschijnlijk dan ook bloed mee. Het zal vast wel. Oh, we doen deze. Deze deed ik dus echt heel lang over. Oh, nou doen we hem wel in één keer hoor. Nou wel. Oh. Nou, we zijn op zich wel best ver gekomen. Maar ja, dan ga ik subs doen. Dan ga ik specials maken. Qua abonnees ga ik dat dan redeneren. Oké, nu even in normale Nederlandse taal die ook andere mensen kunnen begrijpen. Wat ik hiermee bedoelde is eigenlijk, als ik bijvoorbeeld zeg 25 vind ik al. Nee? Ja, 25 is eigenlijk ook al wel speciaal. Maar ik wil vanaf de 50 wil ik specials gaan maken. Subspecials heet dat. Voor degenen die niet weten wat het zijn. Subspecials zijn special video's of vlogs of alles wat je er maar kan verzinnen. Eet dierenvoeding op ofzo. Dan kan ik bijvoorbeeld vragen aan jullie of ik een challenge moet doen. En dan sturen jullie een challenge op. Nou, dat sturen jullie niet letterlijk. Maar dat doen jullie zeg maar in de reacties zetten jullie. Oh ja, eet een keer een stukje, weet ik veel, papier. Nou, dan ga ik dat doen en dat is dan een special. Of ik kan ook een super snipe montage maken. Echt een hele mooie, net zoals Face.
Face is trouwens een hartstikke bekende clan. In het snipen, vooral bij Call of Duty. Dus dan weten jullie dat ook weer. Oh, hier deed ik ook zo lang. Ja, zie. En Ted maar weer naar beneden. In het vuur, in het vuur. Maar dat zijn de subspecials. En die ga ik dus doen, denk ik, vanaf de rond. Rond de 50 abonnees. En rond de 50 abonnees vind ik echt heel netjes. Dat zullen we rond over. Wat heb ik nou met rond over? Wat is dat nou, Olaf, voor gezeik? Maar ja, oh, Ted maar weer op hetzelfde stukje neer. Ted. Maar dat zijn, dat waren dus de subspecials. En ik denk dat ik over rond 2 maanden of 3 maanden bij de 50 subs, bij de 50 subs zit. Subs en abonnees in het Engels. Ja, en daar bij de 50 dus wil ik ongeveer een subspecial gaan doen. Oeh, we gaan deze bijna afronden. Als we deze, als we de baas hebben gehaald van dit hoofdstuk, want het komt, ik zat even, even normaal. Ik leg het nu even goed uit. Je hebt zeg maar een hoofdstuk en dat bestaat uit 14, 15 games of zo, weet ik het. En daar, als je die zeg maar allemaal hebt gehaald, dan krijg je een baas. Ik heb het nou even over Super Meat Boy, voor degene die echt totaal niet meer weten waar ik het over heb. Van het spel, wat ik nu speel, wat ik nu voor jullie helemaal speel hier. Oh ja, hier faalde ik gisteren dus. Nou ja, we zullen zien. Ja, hier bedoel ik. Maar dan heb je dus telkens 14, 15 levels. En dan heb je ook van die portals zoals ik net dus zag waarschijnlijk. En dat zijn dus tussenlevels. En ik val bijna naar beneden. En die kan je dus doen voor extra punten of zo. En dan heb je telkens een baas. En ik, ja, die baas, als ik die heb gedaan, dan sluit ik altijd af. En ik wil even tussendoor nog wat zeggen. Komt allemaal tussendoor trouwens bij mij. Oeh ja, oh ja, dit level. Nou, nog nooit gezien. Ik heb wel een keer gezien, want mijn broer speelde dit eens. Ik weet niet wanneer. Maar die speelde dat. En ja, die zei... Pokken. En die speelde dat. En die zei tegen mij... ja, kijk eens op YouTube. Zijn allemaal Amerikanen en zo. En die spelen dit voor serieus geld, volgens mij. Of dat spelen ze op de Xbox en zijn ze zo verslaafd, weten ze al die levels uit hun hoofd. Doen ze dit bijvoorbeeld in 3 seconden, nee, dat is dan onmogelijk zou je denken, maar serieus, dat kan. Zo'n Amerikaan heeft het gedaan, dus het kan. Oké, dan doen we nog even deze. Dit duurt een beetje. Nou, dan gaan we hier naar de zijkant. Wat moeten we hier doen dan? Gewoon wachten. Ik ben gewoon al bijna bij het eind. Oh cool, nice, we zijn er. Oeh cool, we hebben het gehad. Maar hier kan ik dus ook altijd een serie van maken. Ik denk, trouwens van deze niet. Nee, alleen als ik 10 likes op deze haal. Dat haal ik toch niet, dus daarom zoveel. Oh, 3 keer dezelfde fout. 3 keer stoot de ezel. Ja hoor, ik ben een ezel. Ik stoot dus, oh wacht trouwens, de ezel stoot nooit. 4 keer achter elkaar. Nou ga ik het niet doen hoor. Nou ben ik het klaar, nou ben ik hier zat. Nou ben ik helemaal klaar. Ja, ik ben er serieus helemaal klaar mee. Oh, mijn hemel. Hoezo maak ik ook dezelfde? Ja, nu. Oh, wat is dit voor tripding? Oh, dat is konijn. Konijntje, woef, woef, waf. Wat doen we hier dan? Dit is ook totaal niet nuttig volgens mij. Oh, wacht, we moeten gewoon omhoog. Nee, pokkending. Laten we toch maar stoppen met deze aflevering. Dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Ik zeg jullie, laat eens. Oh, shit. Prachtig dit, prachtig. Laten we nog 1 keer proberen. Nou, dan maar niet. Laat eens.